juftrui aan. Dit is wel echt de beste trui die ik ooit heb gekregen. Eerst maar. En even wat power erin voordat ik twee yogalessen moet gaan geven. Eerst bij Hot Flow Yoga. En daarna bij Sport City. Dus eerst eentje om 7:30. En dan de volgende is om 9:30. Wat zei je net? Ik ben boos. Kun je wel eens Journaal 24 kijkt? De regio net is echt zo irritant. Wil je gewoon Journaal zien, dan krijg je dit. Hij is echt heel boos. Iedere keer doet hij het weer. Regio net is. Goed, zoals ik al zei, ik moest me nog even voorbereiden bij de yogastudio. Maar nu ben ik een beetje laat. Ik moet er eigenlijk om 7:00 zijn. Dan moet ik nog thee zetten. Nog even kaarsjes aandoen om het een beetje gezellig te maken. Dan moet ik alle mensen nog ontvangen. Die moet ik aanwezig zetten in de les. En er komen, volgens mij zit de les helemaal vol. Wat best wel bijzonder is, want het is natuurlijk hartstikke vroeg. Maar ja, het is, zoals velen weten, de perfecte start van je dag. Gewoon lekker beginnen met yoga. Zweten, want het is Hot Flow Yoga in de Jordaan. De ruimte wordt verwarmd tot 35 graden. Dus je gaat goed zweten. Ik maak er altijd best wel een beetje een power yoga les van. Het is vinyasa. Dus we doen veel vinyasa's. Er zijn halve zonnegroeten. Je bent veel met ademhaling bezig. Dus vaak op elke ademhaling maak je een nieuwe beweging. Daarnaast wil ik misschien een armbalance erin voegen, zodat de mensen ermee kunnen oefenen. We gaan veel core doen, buikspieren trainen. Dat is eigenlijk het meest belangrijke ding in yoga. Dus dat je goed die core gebruikt. En zo kom je heel veel verder. En daarnaast gewoon lekker je hoofd leegmaken, want het uiteindelijke doel van yoga is om je hoofd leeg te kunnen maken. Dus jullie gaan zo even de studio zien. En dan, ik denk niet dat ik in de les kan filmen. Zou ik eerst toestemming van moeten vragen van mijn baas. Dus dat doe ik nog even niet, maar wie weet gaat dat ooit een keer gebeuren. En misschien kan ik jullie bij volgende yogales een armbalance laten zien. En uitleg hoe die moet. Dus blijf kijken. En binnen. Oké, ik ben net klaar met lesgeven. Kijk nou. Deze moet ik ook meenemen, want het zijn alle vieze handdoeken. Dat is het zware leven van een yoga-docent. Deze is de eerste aan het afzetten. En dan ga ik heel snel met mezelf koffie drinken, want dat is ook nodig, anders krijg ik koppijn. En dan door naar mijn volgende les bij Sport City. Oké, ik ben op weg naar mijn volgende yogales, Sport City. Geef ik Ashtanga. Ashtanga is een hele dynamische en fysieke vorm van yoga. Ook weer heel veel focus op de ademhaling. En het is super zwaar. De serie is altijd vast. Dus de houdingen die terugkomen zijn altijd hetzelfde. Ik heb altijd een hele leuke vaste groep mensen. Dus die zie je ook echt progressie maken elke week weer. Dus ik hoop ze weer allemaal te zien straks. Laten zien. Oké, armbalance dus. We gaan Bhujangasana Virasana oefenen vandaag. En het is onderdeel van de Ashtanga Primary Series die ik straks ga doen. Dus begin alvast. Je spreidt goed je handen in de vloer. Dan vervolgens ga je een beetje naar voren leunen. En dan breng je voeten voor je handen. Dan vervolgens buig je ellebogen in je. Kijk of je met je bovenbenen op je ellebogen kunt leunen. Je blijft naar voren kijken. Dan vervolgens kijk of je voeten bij elkaar kunt brengen. Voor de mat. Voor je handen. Dan lift je misschien één voet. En dan de ander. Bhujangasana.
De volgende stap is met je voorhoofd op de mat terechtkomen, maar dat kan ik zelf ook niet. Dus dat ga ik niet uitleggen. Vanaf hier, om er weer uit te komen, strek je benen. Ga je naar achter bij Katsana. Chaturanga. Adem in upward facing dog. Adem uit downward facing dog. Goed, deze is heel veel oefenen. En dan word je er vanzelf beter in. Maar het gaat vooral dat je om dat je core aanspant en goed die armspieren gebruikt. Succes! Net klaar met mijn yoga les bij Sport City. Ik word hier zo moe van, hè? Ik kan ook nooit een ape rijpen. Eten rijpen. Avocado vinden. Het is altijd hetzelfde. Er ligt zoveel. Maar er zit er nooit in mij die goed is. Net lekker gedoucht. Het is weer helemaal fris en fruitig. Maar nog een beetje nat, ga ik zo fijnen. En dan, ja, het is echt al lang tijd om te lunchen. Het is 11:45 en ik heb zo'n trek. Kijk nou. Avocado, kokosplant en pikante bloemetjes. Straks nog mijn eeuwige rijstwafels met pindakaas en hagelslag. Want er bestaat niks beters dan dat. We gaan nu naar Vasco Bello en dan ga ik even koffie drinken. En ik heb mijn laptop mee, dus ik ga editen. En hier weet ze al wat ik wil hebben, dus dat is heel handig. Ik heb besloten om naar de sauna te gaan, dadelijk. Want ik mis een beetje de zenheid in mijn leven. Ja, ik heb wat meer zenheid nodig. Ik weet niet, misschien komt het wel door het weer. Het is wat koud, regenachtig, dat soort werk. En ik weet dat als ik naar de sauna ga, dat ik gewoon lekker opgewarmd ben. En gewoon wat meer rust in mijn hoofd heb gekregen. Want soms heb je dat gewoon even nodig. Eerst deed ik nog wel eens aan meditatie, maar dat is er een beetje uit. Ja, dat is een beetje jammer, maar goed. Anyway, ik ga dus naar de sauna. En ik heb net spullen gepakt. Even kijken. Handdoek mee, badjas, teenslippers en... De happiness is mijn grootste vriend. Er staan altijd wel fijne en inspirerende verhalen in. Dus ik ga zien of we daar wat uit kunnen halen. Alright, ik ga natuurlijk niet binnen filmen, maar dat spreekt voor zich. En ik zie jullie daarna weer. Ik heb Bart net geappt. Oh, hij is over 20 minuten thuis. Ik heb een plan om hem te laten schrikken. 20 minuten weg. Wilde je net wat stillen? Ja, telepathie. We hebben gewoon telepathie met elkaar. Ongelooflijk dit. Kut. Ik was te laat. Ik wilde je laten schrikken. Leuk. Was werk? Prima. Ja. Ja? Ik heb een korte borreltje gedronken. Ja, dat ga ik. Dank je. Nee, was goed. Ja, oké. Okay. Goed, wij gaan ook een borrel drinken. Waarschijnlijk. Ja. Hè? We gaan een borrel drinken. Jazeker. Oké, daar heb ik ook zin. Het is weekend namelijk. Oké, even borrelen thuis. En wat gaan we doen? Het eten. We gaan toch wat eten. We hadden een afspraak gemaakt na onze vakantie. Dat we eigenlijk niet meer uit eten zouden gaan voor 2 weken op zijn minst. Wat hadden we gezegd? 2 weken? Ja, we hadden gezegd 2 weken. Oké, nou. Goed, dan... anyway, dat hebben we al vanaf week 1 hebben we dat niet waargemaakt. Oh, hoe dan? Vorige week? Vorige week zijn we uit eten geweest. Weet je zo? Ah, dat is waar. Ja. Vorige week ook uit eten geweest. Maar nu even thuis borrelen, want dat is ook een soort van kostenbesparing. We gaan lekker naar ons favoriete restaurant. Tulsi, India's eten. Super lekker, echt aan te raden. Oké, we gaan nu richting restaurant Tulsi. Daarna hebben we nog een feestje, was ik even vergeten. Maar dat wordt heel erg leuk. Dus dat zien jullie straks. Ja.
zijn ons nu aan het klaarmaken voor het feestje van Lisa. En dat heet Project P. Dus dat betekent dat je verkleed kan gaan als alles wat begint met een P. En ik ga dus als Persische prinses. Bart, hoe ga jij? Als personeel. Bart gaat als personeel. Personeel. Oké, dan zijn we het feestje. Ja. Moet nog even loskomen, niet? Ja, moet nog mee loskomen. Oké. Okay. Ik ben heel vroeg van dit. Nu ben je ook best wel vroeg. Maar dat is toch een Suzu. Oké, goed. Maar nou, ben je ook. Persenprinses. Paloma Blanca. Joost, wie nog ben je gemaakt? Hoe ben je verkleed? Ja, geef me natuurlijk niet zomaar weg. We zijn net thuisgekomen van het feestje en het is 12:30 en ik ben echt hartstikke moe. Het is nu lekker slapen. Ik denk dat ik deze vlog ga doortrekken naar morgen. Dus ik zie jullie over een paar seconden.